3 dodelijke ongelukken op de Hoogstraat in korte tijd. Daar is de maximumsnelheid 50 km per uur, maar dat moet naar 30, vinden de bewoners van de Schrijversbuurt. Ze zijn het zat. Ze hebben de gemeente een brief gestuurd, maar dat had geen zin. Omdat de hulpdiensten over de Hoogstraat moeten kunnen, kan de maximumsnelheid niet omlaag. En de bewoners van de Schrijversbuurt nemen daar geen genoegen mee. Ook als je Hoogstraat 30 is, dan kan die politie en die brandweer en de ziekenwagen, die kunnen er gewoon allemaal door. Zonder problemen. Alleen omdat het nou een 50 kilometer zone is en buiten de ring is de Hoogstraat 30 kilometer zone, daar is onduidelijkheid. Dat is een rommeltje. Volgens Frank Davids heeft de gemeente beloofd om de Hoogstraat op de schop te nemen, maar er is nog steeds niets gebeurd. Dus, en de gemeente luistert niet, die geven geen gevolg aan onze vragen. Stadskantoor, die wil het wel, toch? Maar waarom dat het niet gebeurt, niemand weet het. Toch zijn er ook bewoners voor wie de 30 kilometer zone niet zo nodig is. Ja, Eindhoven is druk, hè, vind ik. Is vooral centrum. Ik denk dat je toch ergens een verkeersdoorstroming moet hebben. Maar voor de meesten is de maat vol. Ze merken dagelijks dat het te druk is in de straat. Ja, letterlijk levensgevaarlijk, ja. Er is de vorige week nog iemand doodgereden. Dus ja, het is gewoon schandalig gewoon dat het zo hard rijden. Ja, ik heb wel een klein zusje en ik zie wel dat als die hier gaat fietsen, dat toch wel gevaarlijk is. Soms staat er ook bijvoorbeeld midden op de weg een vrachtwagen stil. En dan kun je niet zien of er van de andere kant auto's aankomen. En de auto's die zijn ook breed en die parkeren dan een stukje op het fietspad. En dan rijden er auto's langs en bussen. En dan die rijden ook weer een stukje op het fietspad. Maar het is wel lastig met oversteken naar de Albert Heijn als we willen. En ja, vooral voor jongere kinderen is het heel lastig. En voor de bewoners zit er maar één ding op. Wij blijven druk uitoefenen op de gemeente en vooral afdeling verkeer om van de Hoogstraat een fatsoenlijke straat te maken. De gemeente is nog niet van ze af. Vanavond is er een vergadering en daarin maken ze nieuwe plannen om de gemeente alsnog te overtuigen.